Hey jongens allemaal, welkom bij de Amstel Gold Race. De Kassei-klassiekers zitten erop, dus het is tijd voor de Amstel Gold. En we weten allemaal nog dat Van der Poel op magistrale wijze had gewonnen vorig jaar. En kan hij dat dit jaar weer doen? Rijdt hij wel mee? We zullen zien wat het spel beslist. We rijden de officiële rit, maar ik dacht altijd dat het hier op het einde iets vlakker moet zijn. Ik heb het ook opgezocht en het parcours zou normaal gezien 265,7 kilometer moeten zijn. Dus het klopt dat de Bemelerberg de laatste berg is, maar dan gaat het normaal nog een klein beetje vlakker, even naar beneden. Maar dat zit er nu wel niet bij. Maar wat, wat maakt het uit? Het is allemaal voor de fun. Dus we pakken de topploegen weer mee. En ik snap niet waarom dat Bora niet zou meegaan met Schachman. Die toch een heel grote kans hebben is. Kofidis, um, dan, hebben, ja, dan gaan we het met dit team doen. Zo, uh, geen Arkea en geen Vital, geen Nipo. En wij kiezen voor... Waar staat het team hier? Hier, hè. Vini Zabu, die worden blijkbaar uitgekozen samen met Visconti, die dus in dat team zit. Voor de rest alle topteams. Bardiani mag mee. Misschien wel eerder een klimteam. En we gaan eens kijken. Hè. Dus we zetten wat heuvel in het team. Voilà. We gaan eens kijken naar de media. Nu zijn het inderdaad andere namen waarop dat we gaan moeten beginnen letten. van Valverde, Schachman, Konrad Formolo. Het zijn dus al drie renners van Bora. Dylan Teuns, Mollema, Kwiatkowski, Woods, Codu. Ik ben heel, heel benieuwd hoe dat deze rit gaat aflopen. Let's go. Hopelijk wordt het een mooie race. En ze zijn vertrokken. 175 renners en het regent het regent weer al nu bij de start van de race, zowel bij de ronde als bij Rohe hadden we regen gezien. De ronde tot het einde, Rohe eventjes in het midden van de race en dan was het gestopt. En hier starten ze met regen, dus we gaan zien hoe het verder verloopt, dat kan gevaarlijk worden voor de afdelingen in deze rittenkoers. En we gaan ook eens kijken, hè. we weten wel ongeveer wie dat de grote favorieten zijn, dat is sowieso Alaphilippe, Schachman hadden we al gehad, Valverde ook. Mollema, een aanval, komt al in het peloton. Aru, ah, Costa, Formulo. Oei, Formulo leidt voor de Emirates. Ik dacht dat hij had voor Borari. Dat is dan een uh, zware fout van mij. Maar Formulo, belangrijke man. Gilbert krijgen we eindelijk te zien. Ten welis komt ook eindelijk aan bod bij Lotto Sudal. Niet gezien in de voorjaarsklassiekers. Dan Kwiatkowski. Michael Matthews, altijd gevaarlijk. Lutsenko. Valgren. Casparotto. En du hadden we al gezien. Tom Dumoulin rijdt voor Jumbo Visma. Geesink, geen Roglic. Dat is raar, geen Roglic. Dan Woods. Betjol rijdt nog. Higita, Hirt, Dillier, Latour, Viermoos, Nieve, geen Jeetsbroers. Jan Bakelans, Van Gestel, Taramé, dan. Wie rijdt er voor Alpezien? Geen Mathieu van der Poel. Ze hebben ervoor gekozen om geen Mathieu van der Poel aan de start te zetten. Voor Omstol Gold race. Dat, um, dat is een uh, heel rare ontwikkeling. Maar kijk ze, dat zijn de keuzes dat in het spel worden gemaakt. Daar kunnen we zelf niets aan veranderen. Dus we gaan terug naar de race en we gaan kijken wie er aan het aanvallen is. Hè? Dus we zien hier sites die. Ik weet niet wat die aan het doen is. Ze zijn aan het te mareren. Nee, die is gewoon even aan het bellen. Dan hebben we Vermeers. Die probeert een gaatje dicht te rijden naar Riesbeek, Kirsch en naar Haas. Als Vermeers erbij zou komen, dan betekent dat dat twee renners zijn van alpecin Phoenix in de kopgroep. En het lijkt er ook zo te zijn dat het peloton het gewoon laat begaan. Tenzij dat deze toezee nog een aanval wil doen. Maar zo lijkt het niet. Dus de kopgroep. ...zal bestaan uit deze vier renners. Vermeers krijgt het gaatje niet dicht... ...maar er komt hulp vanuit het peloton Vermoot. Julien Vermoot probeert. De mannen van Bora houden de vriend tegen, houden deze man tegen. Piccoli, Zaits houden ze tegen. En wat gaan ze doen met Vermoot? Mag Julien Vermoot verder rijden? Vermeers komt dan toch aansluiten. Hij is aan het harken, komt hij erbij? We spoelen even door. Jawel... En Julienke, wat gaat hij doen? Weer een aanval, Genie. en mede Gent wordt weggeraken, maar het peloton laat dat niet gebeuren. En zo krijgt de, ja, de kopgroep eigenlijk heel weinig voorsprong. Ze zitten op nog maar twee minuten op nog 225 kilometer te gaan. En Vermold komt eindelijk aansluiten bij de kopgroep. Twee man van Kofidis, twee man van Alpecin en één iemand van Trek die, uh, ja. Ingesloten zit. Het is zeer rustig in het peloton, nog 170 kilometer te gaan. De kopgroep heeft 6 minuten voorsprong en ja, het is gestopt met regenen. Het zonnetje komt erdoor, de renners zullen content zijn, kunnen opwarmen. De mannen die niet goed tegen het slechte weer kunnen, die zullen heel blij zijn dat hun kansen misschien beginnen te stijgen. Oh, hier zien we een belangrijke renner in het peloton. Mats Pedersen rijdt mee. Mats Pedersen eindelijk. Vincenzo Nibali hebben we niet aan zitten denken. We hebben wel naar Mollema gekeken, maar niet naar Vincenzo. En dan kan Mats Pedersen wel een goede helper zijn. We krijgen ook een heel zware valpartij in het peloton waar dat van der Zande bij zat. zitten er een drie man van het team dat wij besturen. Stan de Wulf Zat er ook bij. Maar iedereen komt terug mooi bij elkaar. En de regen is weer beginnen losbarsten. Daar lagen ze weer tegen de grond met een heel belangrijke namen. Valgren Hirt, Latour, Galopin, Peters, Mathias, Frank, Krosnater, Herrada, Garcia Cortina, Perez, Dili Nieve die erbij zat. Dus 1, 2, 3, 4, 5 renners van AG Deger die in de valpartij lagen. En voor Latour was dat uh, ja, zeker en vast uh, niet top. Maar ja, 14 renners en het is dan toch nog wel iemand van Tosport Vlaanderen, zeker die het gaatje probeert dicht te rijden. Met iemand van CCC, die van AG Deger, die houden zich er gewoon van tussen. Oh oh, nu krijgen we een heel belangrijke valpartij. Op 120 kilometer van het einde: Schachman en Michael Woods. Daar gaat op moeten gewacht worden. De belangrijke man bij Bora, de belangrijke man bij Education. Wie gaat daarop wachten? Er moet toch gewacht worden door die mannen? Dat kan toch bijna niet anders? Of gaan zij nog rekenen op Mulberger? Op Conrad? En op wie kan Education nog rekenen? Op Betty en Hikita natuurlijk. Oké, okay, die zijn nu dan toch aan het wachten: Hikita, Guerrero, Os, Schachman en Woods. Maar kijk, je ziet, ze hebben het zelf moeten oplossen, ze losten het ook op. Koers is nog lang, maar toch, elk beetje energie dat ze al moesten verspillen, zijn ze toch kwijtgeraakt. Lekker band in de kopgroep voor Julien Vermolten. Die moet nu het gaatje terug zien dichtrijden. Dat is heel zonde voor hem, maar hij rijdt het mooi dicht. Kopgroep nog altijd ongeveer 4 minuten voorsprong. Het is heel lang rustig in het peloton. Nog 80 kilometer te gaan. Weer regen, regen, regen. En de groepjes beginnen te brokkelen. 29 renners, hier 28 renners. En dan hier het peloton. Ben Hermans was eraf, niet echt mannen die nu al zouden mogen lossen. Dus uh, ja, die moeten echt wel zien op te schuiven voor een uh, beter plekje te krijgen. Kijk, het begint weer te breken. Het peloton. En dan 29 renners die weg zijn. Het wordt wel nog dichtgereden, maar het brokkelt volledig af. 99 renners nu in de kopgroep. Uh, de kopgroep in het peloton. Julien is moeten lossen uit de kopgroep. En we krijgen weer een zware valpartij waardoor het peloton verbrokkelt. Rozen, Mats Pedersen, Skoeiens, ligt erbij, Rodriguez, Galopin, Perez. Dus toch redelijke namen, niet echt de grote favorieten, maar toch geen kleine kneusjes. En het peloton is dus terug verbrokkeld. He. 58 man, dan een groepje 21 man. En dan het peloton met 85 renners. En het is CCC, die precies iemand achter heeft die niet mee is. Koes is ook niet mee. Geesink is ook niet mee. Nicolas Roach is niet mee. Dus het is te hopen dat de mannen van CCC dat hier gaan oplossen. De finale gaat nu toch stilletjes aan beginnen losbarsten. Nog 38 kilometer te gaan. En we gaan naar de Kruisberg. Dus de kopgroep is eraan begonnen. En wat gaat er aan het pelotonnen gebeuren? Het is Ineos die op kop rijdt. En wie gaat er mee bemoeien? Movistar en Bora. Movistar, Movistar, Movistar. Waar staan zij? Ik zie ze niet staan in de lijst. Hier val Verdi uiteraard. Betancourt. Mas. Maar dat is een andere Mas. Dat is niet. De goede meth. En in de kopgroep ja, beginnen ze elkaar dood te rijden. Wie gaat er voor de strijdlust, zogezegd. Riesbeek ziet er naar uit te grijpen. Peloton nog altijd samen, ik verschiet ervan. De Kuitenberg komt eraan, dat is echt eentje waar de kuitjes helemaal van ontploffen. En ja, je ziet het ook dat er echt tempo wordt gemaakt. Hè. Dunbar op kop en nu komt de aanval. Tratnik houdt nu toch de benen in, Valverde is dat al mooi vooraan, Bob Jungels ook Philippe zit ook al klaar Kwiatkowski goed vooraan en als het stilvalt is het Garcia en Rowe die het uh, tempo gaan, gaan bepalen Gilbert is nog mooi mee die houdt natuurlijk van dit weer liever dit dan uh, iets anders en de laatste koploper gaat nu toch stilletjes aangegrepen moeten worden voordat ze naar de Kouberg gaan de Kouwberg. Wat nu? De mannen van Quickstep, Dunbar gaat aanvallen. Nee, die houdt zich weer in. Dat had een heel mooie aanval kunnen zijn. Garcia, McNulty, Stibar die voor Alaphilippe rijdt. Stibar die gaat natuurlijk doortrekken. Oh nee, het is Garcia die doortrekt. Betancourt, Costa, nog 75 man in deze groep. Tom Dumoulin zien we ook nog. Michael Matthews is er ook nog. Het is natuurlijk ook echt wel een koers op het lijf van Michael Matthews geschreven. En voor de rest houden ze het stil. Formolo, Wout Poels. Ja, Wout Poels rijdt nog niet meer voor Reneas. Die kan ook zijn eigen kans eens gaan natuurlijk. De Gullemölleberg. <laughs> Ik weet niet meer dat je dat moet uitspreken. Maar de Emirates bepalen wel het tempo momenteel. McNulty is al lang op kop aan het rijden. Is het echt wel goed aan het doen voor Formolo? En hier, oei oei Lutsenko, komt hem ook moeien. De mannen van Astana, waar is Fulsang? Rijdt Fulsang niet mee? Nee, wel Luis Leon Sanchez, die er ook nog bij is. En het valt stil en het peloton er gaan. Renners kunnen terugkeren. Ze wachten op die Bemelenberg, nog 3 kilometer. En hier zijn het terug, de mannen van Ineos Dunbar, Rowe. Allemaal voor Kwiatkowski. De Bemelenberg is begonnen en hier komt de aanval van Kwiatkowski Dylan Teuns is direct mee. Die zit uh, sowieso in de goede aanval en nog 5,5 kilometer. Het is de laatste echt super zware beklimming. En Konrad en Schachman, twee man van Bora zijn weg. Die kunnen natuurlijk perfect samenwerken. Dat is mooi om te zien nu de mannen van Quickstep, Lampaard, Nox en Deveneens. Stieber zit er ook nog, allemaal voor Alain Philippe. Maar de mannen van Quickstep even knallen. Philip moet natuurlijk wel zorgen dat hij mee is. Kijk, ze moet even inhouden. Mats Pedersen zit er ook nog altijd. Hier zitten ze nu samen. Kwiatkowski, Teuns, Schachman, Konrad. Dus Schachman en Konrad. één iemand moet beslissen wie het wilt halen. De Teuns. Maar dit zijn grote namen. En qua sporten zijn ze aan elkaar gewaagd. 68, 71, 68 en 69. En wat gebeurt er hier? Luis Leon Sanchez nu aan kop. Alaphilippe zit wel in een perfecte positie in het peloton. Nog 1,5. De mannen van Step moeten echt tempo maken. We gaan terug naar voren. Nog 1 kilometer te gaan. Ze komen heel dichtbij, maar de spurt moet hier nog beginnen. En het is Schachman. Schachman die eruit spurt. En Schachman haalt het. De man die was gevallen. Ze hebben hem niet achtergelaten. En kijk ze, hij wint hier. Misschien wel dankzij het werk van Conrad in die achtervolging. Dus Schachman op 1, Kuat Koski op 2, dan Teuns, dat op 4, Madanou wordt 5e, net voor Gilbert, Gilbert spurt naar een heel mooie zesde plaats, 7e Alaphilippe, 8e Stibar, dat is niet goed, hij kwikstep, 9e Sanchez en 10e nog Lampaard. die ja, wel net voor Tim Welles, dus 3 man van kwikstep in de top 10, maar ze kopen er niets mee, maar Schachman wel heel mooi gereden, Proficiat voor hem, Sagan heeft het niet gedaan in de voorjaarsklassiekers. Maar Schachman doet het wel in de Amstel Gold. En zien we hem terug in de Waalse Pijl? En in Loekbaas Nakenluik? -laug. Waarschijnlijk wel. Maar we zien ook dat Dylan Teuns en Kwiatkowski duidelijk in een bloedvorm zitten. Dus het gaat uh, een heel mooie strijd worden. Gaat ook Van der Poel terugmeedoen in de andere klassiekers? We weten het niet. We wachten het af. En in ieder geval ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En laat jullie pronostiek achter wie dat jullie denken dat er gaat winnen in de Waalse peil. Tot dan en keep safe.